Wie ben je en wat doe je bij de GGD? Ik heet Gabrielle Geerink en ik ben bij de GGD adjunct-directeur. En in mijn portefeuille zit het programma Infectie te bestrijden in medische milieukunde en het programma Kwetsbare inwoners. Wat was het moment dat je dacht, er gaat echt iets gebeuren? Het was eigenlijk al in december, toen ik een heel klein berichtje in de krant zag over een uitbraak in Wuhan. En toen werd ik eigenlijk alert en toen kwam er nog een keer een klein berichtje. We hebben een WhatsApp-groepje gevormd om een beetje de ontwikkeling in de gaten te houden. En toen was het zover. Hoe was deze periode? Ja, ik denk dat het was echt wel alle hands on. Het was ook wel crisis in die zin, geen paniek. Maar wel allemaal bijblijven, allemaal aanstaan. En ik vind het zelf ook heel erg mooi dat de taken van infectiebestrijding nu ook eens eindelijk eens goed voor het voetlicht zijn gekomen. En hoe kijk je er voor jezelf op terug? Voor mezelf? Ik vind het... ik vind het heel leuk dat ik die nog in mijn laatste jaren van mijn carrière mee kan maken. Omdat dit natuurlijk 100 jaar geleden... Meer dan 100 jaar geleden was dit de reden waarom de GGD's zijn opgericht. En dat we ook in een paar weken tijd eigenlijk een organisatie van bijna 100 man neerzetten om straks voorbereid te zijn voor eventueel een tweede golf in het najaar. Ja, dat is toch ook maar weer. Dat doen we er nog even bij, zou ik even zeggen. Dus ik ga naar mijn schoenen lopen hier bij de GGD. Zo trots kunnen we erop zijn. Ja, dat is toch heel bijzonder. Ja.